Mark is van de IC af en aanspreekbaar. Familie is opgelucht en wil hem een hart onder de riem steken. En die riem, daar moeten nu een paar gaatjes bij. Nou, van de IC weg na 24 dagen. Ja, gelukkig gewoon. Oh, 20 kilo afgevallen. Ja, ja, daar is dan wel een voordeel nog wel. Een geluk bij een ongeluk, hè? Ja. We dachten echt in het begin, we geven hem af. Ja, dat dacht de dokter ook, hè. Nou, dat was toch even heftig, hoe zeggen we dat altijd? Rollercoaster. Ik heb 17 dagen in coma gelegen. En toen hij nog een weekje delirium gehad. Dus van voor niet naar achter dat je er was en wie je was. Nu wel, ik kan me eigenlijk veel herinneren aan. Ja, komt het terug een beetje. Ja. Ah, dat moet ik zeggen, de IC deze middag netjes verzorgen, netjes zijn haartjes. Hij is perfect verzorgd. Ja, daar wil ik zeggen. Ja. Ik vind dat we moeten revalideren, hè? Opnieuw leren lopen, alles opnieuw doen. Ja. Dus voorlopig ben je nog niet weg hier, denk ik. Ja, dat denk ik niet. Ja, ik ben blij dat je er nu zo bij zit. Ja, hij is het oog van de naald gekropen. De artsen zeggen hier ook, als je hier s'nachts niet was geweest op de spoed, had je s'morgens niet meer geleefd. Maar ja. Zo'n sterk karakter en zo'n sterke wil dat je gewoon door bent gelopen. Ja, je komt er echt wel even sterker uit, Mark. Hè? Oh, zoek u er eens even altijd bij, hè. Doe maar schamen, want... Doe je best. Tot morgen. Dag, maat. Dag, lieverd. Dag, lieverd. Ja. Houdoe. Houdoe. Het is wat onwennig, maar die Bolle moet nu zelf aan het werk. Zijn mini-me kan voorlopig niks doen en die beruchte controlerondjes gaan niet vanzelf. Gelukkig weet Peter precies waar hij op moet letten. Wat is dat nou weer? Nou, wat is dit nou weer? Mijn parkeerplaats is niet klaar. Ga die andere eens bellen. Ja, André. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik sta eens even te kijken, maar ik denk mijn parkeerplaats is al klaar met mijn naambord erop. Ik kan nog niet parkeren, want jouw auto staat er. En een golfkar en nog een golfkar. Overal plek voor, behalve voor mijn eigen. Ja, maar ik denk, ja, die is voorlopig nog niet nodig. En je staat normaal gezien ook langs de kant van de straat. Dus ik denk, ja, dan moet je mij ook niet eens kwijt. Ja, maar het is nou druk hoor, hier allemaal, dus ik moet hem wel aan de kant zetten met al die kinderen. Als ik die jou eens even wegzet... Kijken wat we kunnen doen. Nou, zet die auto maar weg. Ja, kom maar aan. Moet niet gekker worden. Dat zei ik toch nog wel iets. Eerst wilde mijn kantoor beneden al hebben en dan wilde mijn parkeerplaats ook nog hebben. Ja, maar ik denk dat ik kantoor beneden toch erbij pak, want boven is te klein, daar hebben we gekeken. Ik dacht eigenlijk met die elektrische, ik denk je komt voortaan met elektrische fiets. Van dik. Zet die auto even opzij. Goed, gaan we doen. Tijd is geld, hè. Allee, dan gaan we maar weer wegzetten, hè. Ooit had André het rijk voor zichzelf. Helaas is die tijd voorbij, nu Peter heeft besloten hier kantoor te houden. Rust weg, parkeerplaats voor de deur weg. Het worden zware tijden voor de beheerder. Dat is wel een mooi plekje zo. Ja. Ja. Mooi bij de ingang. Ja, maar ga ik mijn nieuw plekje zoeken voor mijn golfkar en dan komt het allemaal goed, maat. Hè? Ja, maar hier zit ik mee bij de ingang van het kantoor en zo, dat is ja, wel goed. Ja, ideaal. Nee, doe deze maar voor men. Ja, dan zullen mooi we één... dichte loopafstand. Hier zullen we dan eigenlijk het privébordje voor jou weghangen. En dan doen we er twee anderen nog voor de directie of voor personeel erbij. Ja, dan zullen we gelijk een rondje maken. Nou, maak maar eerst een rondje, denk ik, ja, want kom. Ik denk dat je druk hebt, hè. Ja, ik heb het al druk, hè, ja. Witte. Zo. Nou, kijk eens aan. Dan gaan we op het volgende rondje. Ja. Hallo. Kijk. Hallo. Hier zijn de springkastelen. Ja, je ziet wel, het is nou nog net de start ervan, maar ja, toch al wel een groot succes, hoor. Dat is wel gezellig, of niet? Ja, het entertainment team erbij, een beetje muziek erbij. Ja, rijd eens naartoe, André. Even kijken dat ze niet mijn schoenen opzetten. Ja. Hallo. Ja, vertrouwen is goed. Ja. Controleren is beter, hè. Niet mijn schoenen erop, hè. Oh, kijk, hij zit er helemaal bovenin. André, we hebben het hier gezien, jongen. Ja. Sfeer en beleving, hè? Ja. Niet met schoenen erop, hè? Het kost klauwen met poen om er zo chic bij te lopen. En vandaag gaat de miljonairsvrouw er een fortuin doorheen jagen. Wendy wil nieuw haar. Beauty en... Wat is dat nou? Lunch. Wat is dat? De onderstad.
Beauty and Lounge gaat, lounge. Artist, wat staat er? Extensions. En wat gaan ze doen dan? Nou, ik nog van die pruik af. Dan hebben die haarstukjes die erin lijmen of zo. Of niet? Ja? Ja. Nee. Ja. Kusje. Of niet? Pruik af doen, ik ben er klaar mee. Laden, lossen, ja, dat is goed, hè? Klop, klop. Hallo. Hallo. Middag. Ik ben afspraken bij Bianca, of niet? Ja, klopt. Ja. Oké, dan kom maar verder met mij mee. Wat mooi hier, of niet? Nou, dat is echt mooi hier. Bianca is hier. Oeh, dat is een groot hier. Wacht even hoor. Ik zie zoveel. Hi. Hi. Hallo. Wendy, Bianca. Hoi. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Hallo, dat kan je niet missen met zo'n gevel. Op naar mooie haren. Ja, dat is wel de bedoeling. Eigen haren. Jij mag lekker in de stoel daar gaan zitten. Oh, hier, aan de kopskant. En dan kan jij er lekker naast gaan zitten. Oh ja, maar ik hoef niet geknipt te worden. Hij wil ook extensions. Ja, het is net gedaan, denk ik, hè? Je kan straks wel lekker vinden een massagestoel als je dat lekker vindt. Nou, dat kan wel lekker zijn, denk ik. Ja. En wat is dat hier met die voetenbadjes? Nou, dat heb je al gezien. Dat kan ook nog, als je wil. Ja? Jazeker. Hey, sterrenhemel, net als in de rolls. Ja, daar kan je ook nog naast elkaar liggen in de massagestoel. Ja, even hatsenflatsen, hè, onder de sterrenhemel. Nee, absoluut niet. We hebben liever een goed gesprek. Meintje, we zijn aan het filmen. Zij is onze content creator. Ja, weet je wat dat betekent, schat? Nee, ik ken geen Engels. Zij doet onze Insta, Facebook. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, wat wil je graag laten doen? Nou ja, kijk, ik draag natuurlijk haarstukken. Ja. En dan wil ik vanaf, want het is veel te warm nu. Ja. Kijk, wat een service. Dankjewel. Kan je je pruik eens even afzetten? Ik ben benieuwd wat eronder zit. Ja, nou, mijn man suprem. Het is wel een hele natuurlijke pruik. Nou, straks mag je zo hard trekken als je wil. Oh, het is al helemaal... Ja? Niet in één keer een halve hamster in je hand. Maar het is natuurlijk nou heel dun als je het vergelijkt met... Ja. Met dit volume, ja. Dan is dit natuurlijk niet... Nee, dan gaan we lekker veel volume in maken. Zet die maar op internet, die pruik. Ik kan dubbele geld vervragen. Hup, gedragen door Wendy. Ja, zo werkt dat. Hij ruikt lekker. Die pruik heeft zat meegemaakt, hè? Ja? Ja. Die heeft heel wat als gezien. Als hij kon praten. Oh. Wat zijn die allemaal aan het doen met haar? Ze zijn nu de zijkantjes aan het uittellen, dat aan elke zijkant evenveel komt. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben wel klaar voor. Dan gaan we beginnen, op naar lange lokken. Ja. Ah, dat is ook klaar met drie, of niet? Met drie kwartier zit het erin, hoor. Echt? Ja. Ja. Hoeveel zet er dan in een uur? In mijn eentje 180 stuks in drie kwartier. Maal €3. €5. €5? €5. Wat lekker. Wij moeten ook in de haren. Massa is kassa. Oh, die hond zit er door die haren. Oh. Die is direct allemaal in de klit zitten. Bianca, die hond heeft die haren op, hè? Oh, echt? Oh, godverdamme. Oh, dat is de backstage. Daar is ze weer, hoor. De backstage. Die volgt ons de hele dag. Peter, jij mag met Mirjam mee. Even lekker naar de massages. Oh, lekker. Ja. Nou. Dan kan je ons even niet meer in de gaten houden. Hey. Houdoe. Houdoe. Waar gaan we allemaal heen? Oh, rust. Heb ik dacht hier zo'n voetenbadje kreeg? Of krijg ik dat direct? Nee, je krijgt een massagestoel. Massagestoel? Ja. Nou, ga maar zitten. Lekker een piloot, of niet? Ja, echt, hè? Nou. Ik denk direct niet meer weg ga hier. Meidje, wat gebeurt er allemaal? Kijk naar de maan. Oh, dat is wel lekker zo. Ja, toch? Nou, geniet ervan. Heb je het overal te knijpen? Ja. Oh, dan moet ik hier mijn arm brengen. Je kan ze ook niet meer bewegen. Oh. Oh. Hier. Oh. Doei. Hoe heet jij? Mirjam. 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 Oh. Oh. Het zit in mijn kont. Alles begint te trillen. Hey, backstage. Oh. Backstage materiaal. Oh. Mirjam. Mirjam. Zeg maar wat je zoekt. Ik heb het voor je lichaam. Oh. Oh, ik zit helemaal vast. Ja, dat hoort. Hoort dat zo? Ja. Oh, ik denk... Hele bubbels erin. Oh. Oh, daar gaat hij weer. Hij is bijna klaar, dan kom ik weer even terug, oké? Okay? Tot zo. Yo, dag. Oh, je zit echt in mijn kont te douwen. Want ik ben gewoon het meisje van de handel. Ik lach en doe mijn ding. Leuk hoor. Leuk hè? Ja. Zo, was lekker. Ja, was lekker. Ik ben helemaal vastgezogen, ik kon niet meer weg. Oh, nou zeg. Ja, hij doet die benen natuurlijk. Oh, mijn arm, ik zat helemaal vast. Ja. Wat vind je ervan? Mooi. Ja? Ja.
Oh, kijk hier. Heel mooi. Wauw, echt mooi. Ja? Black Mary, hè? Ja, Mary. Vroeg je me nou ten huwelijk? Kan ik dadelijk de pruik aan de wilgen hangen, schat? Staat je niet op Marktplaats? Nee, schat, daar heb ik nog geen tijd voor gehad.